Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het voor week nummer 16. En dat is van maandag 18 april tot en met zondag 24 april. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 18 voor de ram gaat brengen. Dan lijkt het ram alsof er bij jou een soort samenwerking komt. Een samenwerking waar je misschien nog niet helemaal weet wat je er nu eigenlijk mee wil. Het kan namelijk zo zijn dat je voor je gevoel niet helemaal erin gaat of jezelf niet helemaal laat zien. Dat het misschien eigenlijk wel zo is of dat je gewoon nog niet weet van of je echt wel mee door wil gaan. Je houdt het ding in ieder geval voor jezelf. Ik heb het gevoel dat de samenwerking echt wel oké is. Je bent ook echt wel tevreden, maar er knaagt wel wat bij dat je het graag op een andere manier zou willen. Ik heb dan ook het een week dat er niet echt actie wordt ondernomen. Je hoofd kan best wel op volle toeren draaien, maar de acties die je laat zien, dat lijkt eigenlijk even een beetje rustig te zijn. En dat geeft op zich niks, want ik denk dat je er gewoon ook echt helemaal achter wil staan voordat je bepaalde besluiten gaat nemen en het dan pas gaan doorvoeren. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 18 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het stier alsof deze week voor jou een week is waarin je misschien niet helemaal weet wat je nu eigenlijk wil. Het kan zomaar zijn dat je de ene dag A wil, de volgende dag B of misschien wel op dezelfde dag van A, B naar C gaat en ook weer terug. Het is ook dan geen week om meteen een besluit te gaan nemen. Ik heb het idee dat het vooral een beetje wisselend is, wispelturig is. En besluiten kun je dan ook beter uitstellen naar de toekomst toe. Dat wil niet zeggen dat je helemaal stil hoeft te gaan zitten. Want ik heb het idee dat er echt wel gewoon in de actie gegaan kan worden. Ook met in het vooruitzicht dat je bepaalde punten graag wil gaan inbrengen of graag wil gaan veranderen. Maar doe het nog niet al te definitief maken. Ik heb het idee dat deze week namelijk best wel een week is die heel erg geschikt is om samen met gelijkgestemden te zijn, om je ergens bij aan te sluiten, om dingen te doen die je leuk vindt. Maar echte doorzetten of een echte ja zeggen, dat zou deze week nou net misschien nog net een klein beetje te vroeg zijn. Dus dan een kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof deze week een week is waarin er ineens een bepaalde boodschap kan komen. Een boodschap waar je best wel een beetje blij van wordt. Je weet misschien niet meteen wat je er nu eigenlijk mee moet doen. Maar het is wel een stukje waar je in eerste instantie echt wel even mee aan de slag wil. Het kan ook zijn dat het ineens te veel bij je teweeg brengt. En dat je denkt, moet ik nu actie gaan ondernemen? Ik weet het eigenlijk niet. En daardoor kan het zijn dat je nog even wat extra informatie kan vragen. Of mag vragen. Of dat je ook mag aangeven wat je ergens iets van vindt. In eerste instantie lijkt het dus echt iets waar je heel erg blij van wordt. Maar het kan zomaar zijn dat je ook het gevoel hebt dat er nog bepaalde acties bij komen. Die je misschien of niet helemaal begrijpt. Of die misschien helemaal niet uitkomen. Het is dus wel een stukje waar je echt wel positief in staat. Maar je weet niet helemaal wat er nu verwacht wordt, wat je wel en niet. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het deze week alsof het voor jou eigenlijk een besluit is kreeft waarin er een heleboel mensen mee te maken hebben. Alsof je nog niet helemaal weet wat je nu wil. Alsof je niet weet wat de mensen om je heen willen. En ik heb het idee dat je het daar eigenlijk wel van wil laten afhangen. Het kan ook zijn dat er een besluit genomen moet worden. En dat ook buiten jou om. Het kan bijvoorbeeld zijn een doktersafspraak. Of een advocaat. Of noem het maar op. Iets in ieder geval waar je zelf niet al te veel invloed op dit moment kan uitoefenen. Toch heb ik het idee dat het resultaat echt wel iets gaat zijn waar je heel erg prettig bij voelt. Waar je heel erg happy van wordt. En waar je ook heel graag je medewerking aan wil geven. Het is alleen het stukje dat het dus met samen of met andere mensen is dat je dat gevoel eigenlijk een beetje hebt van ik laat het een beetje gebeuren. Je laat jezelf echt wel horen, maar je laat het wel een beetje afhangen van wat anderen daar ook van vinden. En dat lijkt een stuk te zijn wat uiteindelijk heel veel positiviteit gaat brengen. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat week 16 voor de leeuw gaat brengen. Dan lijkt het leeuw alsof deze week een week is waarin je eigenlijk probeert om alles maar een beetje in evenwicht te houden. Het lijkt alsof er heel veel dingen op je pad mogen gaan komen en alsof je het ook best wel druk hebt. En toch heb ik het idee dat je volop in het leven staat, volop wil genieten, dus je probeert er eigenlijk alles uit te halen. Het zou wel kunnen betekenen dat het best wel eens een keertje een hele drukke week kan worden, omdat je eigenlijk misschien niet tijd hebt om alles te doen wat je graag zou willen doen.
Ook heb je daarbij nog tijd, of maak je daarbij in ieder geval nog tijd, om na te denken over de toekomst. Want ik heb het idee dat je daar ook alvast wat stenen aan het neerleggen bent, omdat je daar echt wel op wilt gaan bouwen. En dat je daar eigenlijk ook echt wel heel veel voor wilt gaan doen. Hè? Dus ook daarin zit een stuk actie. En toch wil je dat andere leuke stuk of stuk wat je het gevoel hebt dat je moet doen, ook zeker niet loslaten. Want dat is een stuk wat ook gewoon heel erg bij je hoort, waar je wil laten zien. Hè? Het lijkt dus wel echt een week te zijn waarin er ook heel veel gezelligheid is, heel veel mensen zijn, familie, vrienden die je eigenlijk allemaal niet teleur wil stellen. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat week 18 voor de maagd gaat brengen. Dan lijkt het maagd alsof deze week een week is waarin er best wel wat belangrijke dingen voor jou kunnen gaan gebeuren. Ik heb het gevoel dat je heel blij bent met een bepaalde situatie. Of dat je een bepaalde situatie misschien kan afronden die heel veel plezier hebt gebracht. En waar je echt helemaal tevreden over bent. Aansluitend lijkt er een periode te komen dat je even wat tijd voor jezelf nodig hebt. En dat is eigenlijk gewoon, denk ik, het stukje om helemaal te verwerken van wat is er nu precies gebeurd? Hoe kan ik dat vasthouden? Hoe ga ik naar de toekomst toe? Er zijn echt even plannen die je met jezelf moet gaan bespreken of moet gaan uitdenken waar je mee aan de slag gaat. Dat is overigens echt een stuk dat aansluit op een heel positief stuk, een heel leuk stuk. sorry, ik heb het idee dat je daarbij wel voor jezelf ook heel erg aan het kijken bent naar de toekomst. En zo ook dat stukje waar je voor jezelf over aan nadenken bent, is echt wel een stuk waarin er een belangrijk besluit genomen mag worden over hoe je dat in evenwicht kan gaan houden. Maar het lijkt sowieso wel een week te zijn waar echt heel veel kracht is, waar heel veel liefde en warmte is. En ook al is er dus af en toe even wat tijd voor je terug te trekken, er lijkt ook genoeg tijd te zijn om dit te delen met mensen die heel belangrijk voor je zijn. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 18 voor de weegschaal gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal alsof je voor deze week voor jezelf bepaalde dingen besluiten mag gaan nemen. Je lijkt er voor jezelf niet helemaal uit te komen. En het gevoelsmatige stuk, je vindt het allemaal een beetje moeilijk en lastig. En wil eigenlijk dat besluit maar het liefst zo ver mogelijk voor je uitschuiven. Toch heb ik het idee dat je eigenlijk deze week misschien wel een soort van gedwongen wordt om toch dat besluit te gaan nemen. Dat besluit neem je dan ook niet met je hart, maar echt met je hoofd. Omdat je eigenlijk het gevoel hebt dat je moet. Toch is het een besluit wat eigenlijk echt wel zorgt dat er weer vrijheid gaat komen om weer met het hart te gaan denken. Dus het is een beetje dubbel. Het klinkt een beetje gek als ik zeg dat je een besluit met je hoofd neemt om weer met je hart te gaan denken. Maar dat is precies deze week wat er eigenlijk gebeurt. En het is een stuk wat je misschien zelf even wat tegengehouden heeft. Maar je zult zien op het moment dat dat besluit genomen is, mag het weer gaan stromen. Kom je in beweging en lijkt je heel zelfstandig te werk te kunnen gaan. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het schorpioen alsof er een besluit genomen mag gaan worden. En dat besluit, dat lijkt er eigenlijk al even te liggen. Ik heb ook het idee dat je voor jezelf echt naar het verleden aan het kijken bent. Van wat is er nu eigenlijk gebeurd? Waar komt deze besluitvorming vandaan? En wat is het gevoel van mij waarom ik er zo over na moet denken? Of wat is er eigenlijk gebeurd waardoor ik dit besluit moet gaan nemen? Je lijkt er eigenlijk toch wel vrij snel voor jezelf uit te gaan komen. Juist omdat je heel erg bewust bent van wat het resultaat gaat zijn en waar het vandaan komt. Maar het is wel een stukje waar je echt even de tijd voor neemt om het goed de revue te laten passeren, zodat je wel overwogen een besluit kunt gaan nemen. En dat is deze week echt wel een beetje een rode draad die door jouw week heen lijkt te lopen. Neem er dus de tijd voor, want je lijkt eigenlijk heel bewust echt wel te weten welke kant je op gaat. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het boogschutter alsof deze week een week is die voor jou echt bestaat uit een stuk samenwerking. En die samenwerking lijkt gewoon heel erg belangrijk te zijn, omdat je daar misschien in eerste instantie wat twijfels over hebt gehad. En deze week lijkt je gewoon ineens heel zeker te weten van dit gaat mij verder brengen. Ik voel een bepaalde vorm van overwinning aankomen. En dat heeft vooral te maken met het stukje waar je eigenlijk ineens een bepaalde situatie heb waarbij je twijfels ineens weggenomen worden.
Je kunt echt naar de toekomst gaan kijken. Je zult echt heel snel zien dat een bepaalde stuk waar je misschien in het begin toch wel een beetje angstig voor was of het wel zou kunnen kloppen, je eigenlijk heel veel kan gaan brengen. En het is ook het stuk waar je heel erg blij van wordt, dat je toch het gevoel hebt dat je de juiste weg ingeslagen bent. En dat is natuurlijk altijd fijn. Daardoor lijkt je namelijk extra veel stimulans te gaan krijgen om door te gaan met het stukje waar je eigenlijk nu ineens toch mee begonnen bent. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het steenbok alsof week 16 voor jou een week is waarin er heel veel naar het innerlijk wordt gekeken. Ik heb het idee dat je jezelf echt even op nummer 1 zet en daarbij gewoon heel erg aan het onderzoeken bent van wie ben ik, wat heb ik nodig, wat is de zin van mijn leven en noem het maar op. Dat zijn ook echt stukjes die je voor jezelf bewaart. Het is niet het stukje dat je dat op dit moment meteen gaat delen. Het is echt even een stukje dat je voor jezelf aan het kijken bent. Het kan ook zijn dat je heel erg veel behoefte hebt om een boek te lezen, om je gewoon even echt wel even wat terug te trekken en daarbij echt weer wat hernieuwde energie op te doen. Dat wil niet zeggen dat je helemaal niet bent voor anderen, zeker niet, want dat is het grote stukje wat je natuurlijk ook fijn vindt. Alleen ik heb wel het idee dat het deze week gewoon echt even de tijd mag hebben om dat te doen waar jij als persoon echt even behoefte aan hebt om over dingen na te denken. En het kan zelfs zijn dat er nog wel wat meer vragen gaan komen, juist omdat je echt even aan het intunen bent op waar je staat en wat je nu eigenlijk zelf graag wil. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het waterman alsof je deze week misschien een beetje aangevallen kan voelen. Alsof je het idee hebt dat je niet helemaal mee mag doen. Of dat je het idee hebt dat mensen je eigenlijk helemaal niet gehoord hebben wat je nu eigenlijk gezegd hebt. Je lijkt ontzettend veel moeite te doen om het allemaal in goede banen te leiden. Maar het lijkt gewoon alsof het niet helemaal van de grond komt. En weet je, deze week mag je best wel eens een beetje pittig zijn. Je mag heel kritisch zijn. Je mag ook best wel zeggen dat je het er eigenlijk niet mee eens bent. Het is niet het stukje wat helemaal bij jou als waterman past. Maar deze week lijkt je er ineens een beetje genoeg van te hebben. Dat mensen je niet willen begrijpen of niet willen horen. Of net doen alsof je bepaalde dingen gewoon niet volledig je aandacht aangegeven hebt. En ik heb het idee op het moment dat je dat gedaan hebt, dat de dingen ineens kunnen veranderen. Het is dus echt het stukje van hou je voet daarin stijf. Het mag natuurlijk wel gewoon op een bepaalde manier dat voor jou gewoon heel erg goed voelt. Maar laat niet te veel over je grenzen heen gaan. Dat lijkt deze week echt de boodschap te zijn. Het is goed dat je ergens in meegaat, maar je mag ook heel duidelijk aangeven tot hier en niet verder. De kaarten schudden om te kijken wat week 16 voor de vissen gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof deze week eigenlijk de week een beetje begint met iets wat totaal afgebroken wordt. En dat is misschien een beetje een verrassing dat je denkt van, oh jee, wat komt er nu ineens voorbij? Of dat heb ik helemaal niet verwacht of dat heb ik helemaal niet gezien. Dat kan kloppen, want het is even een stukje wat zomaar uit het niks kan komen. Wel is het echt maar een heel klein stukje. Het is eventjes dat je denkt, oké, en dan ineens zie je eigenlijk weer mogelijkheden om te gaan bouwen. En dat is op zich hartstikke fijn, want ik heb het idee dat je aansluitend het gevoel hebt van, ja, hier heb ik het eigenlijk allemaal voor gedaan en dit voelt gewoon heel erg lekker. En je kunt dus het verleden ook echt achter je gaan laten. En ook al is het misschien niet meteen de keuze die jij gemaakt hebt, het is wel een keuze waar je heel erg blij van wordt. En ik heb het idee dat je het ook echt wel aanpakt en neerzet op een hele positieve, warme manier. Dus het eerste stukje, dat is niet het stuk waar jij voor gekozen hebt, maar het stukje waarin je gaat opbouwen en waar je naar de toekomst gaat kijken, dat is absoluut het stuk waar je helemaal achter kan gaan staan. Leuk dat je weer gekeken hebt naar de korte weekhoroscopen. Wil je nu zelf een persoonlijke legging? Ben ik bereikbaar onder box nummer 265 of op de chat. Tot dan, voor nu, fijne week!